Het aantal second opinions is enorm toegenomen. Wat is het nut van een second opinion? Primair het geruststellen van de patiënt. Geruststellen? Ja. Heeft het er bij u wel eens toe geleid dat een second opinion tot ander beleid leidt? Nee. Nog nooit? Nog nooit. Zou je dan niet, als het zo weinig resultaat heeft, moeten zeggen de patiënt moet de second opinion deels zelf betalen? Ja, zou een goed idee zijn.